vanavond Nederland-Chili. Ja. De uitslag. De uitslag 1-1, denk ik. Hoop ik, laat ik het zo maar zeggen. Want dan, dan hebben we de pool gewonnen. En ik denk dat we niet echt veel goals zullen maken. Maar met Robin erbij maak je meestal wel één. Heeft u een voorkeur voor een volgende tegenstander? Ja, geen Brazilië. Dus dat betekent dat je tegen de tweede van de, als je eerst in de pool wordt, moet je tegen de tweede van de volgende. Dan als je dan het hele rijtje ziet en wat daarna komt, dus dan moet je het af tegen Marokko of tegen Kroatië. Nee, tegen Mexico of tegen Kroatië. Nou, dat moet kunnen, dat is ook moeilijk, maar elke wedstrijd is moeilijk, moet kunnen. En dan is het vervolg is aanmerkelijk eenvoudiger dan hij aan de andere kant zit. Dus ik hoop dat ze eerste van de pool worden. U loopt al wat op de zaken vooruit, hoor ik, maar waar gaat Oranje eindigen op dit WK? Oh. Nou, als ze na deze nog één ronde verder komen, ik denk dat ze dan stranden. Kunnen we ook wel spreken van een revelatie van het toernooi? Een ploeg, een speler? Ik vind niet dat de topspelers echt opvallen. Ik vind wel dat dus de Midden-Amerikaanse ploegen, Costa Rica en zo, die vind ik heel aardig spelen. Wat is uw mooiste WK-moment tot dusver? De goal van Van Persie. Als Oranje op weg naar de finale struikelt, wat u net voorziet, ja. Wie staan er wel in de finale? Ja, ik denk dat Brazilië in de finale komt. Nou ja, en ik denk Chili uiteindelijk. Want Chili is volgens mij een van de betere ploegen. Heeft u nog tips voor meneer Van Gaal? Ja, ik zou 4-3-3 spelen. Dus de discussie is natuurlijk altijd 5-3-2 of 4-3-3, maar ik zou tegen de Chilenen 4-3-3 spelen. En gaat hij dat ook doen? Ik weet het niet, maar goed. Hoe gaat u vanavond de wedstrijd bekijken? Thuis, met mijn vrouw, alhoewel die moet misschien wel weg. Dus dan zit ik er mooi in mijn eentje en dat vind ik het allerprettigst.